Hallo allemaal! Wij gaan nu onderweg naar mijn oma op de camping. We hebben een mooie bos bloemen voor haar meegenomen, want zij is jarig. En mijn koortslip gaat iets beter dan vorige week. Kijk daar, een Samuel in het wild. Wat doet hij nu? Hij loopt op het mensenpad. Hij kijkt omhoog op zoek naar een prooi. En hij heeft me gezien. Wat zit erin? Een melodica. Een flesje erbij. Zo schattig. Je lacht me echt heel hard uit, dat weet ik nu al als ik ga spelen. Mooi geluid, hè? Nee. Sam, stop. Ik krijg nu al hoofdpijn. Dit is mijn leven de komende week, denk ik. En dan is hij er klaar mee. Goedemorgen, vlog people. Wij gaan naar mijn ouders. Ik ga daar even nog bezig voor school. Ik ga naar Leubik. We zijn alweer op de terugweg. We hebben gegeten en we zijn nu onderweg naar huis. En Samuel gaat daar les geven. En ik ga daar chillen. En na mijn les ga ik lekker gamen. Ik heb net een pakketje binnengekregen van de Hanna. Ik ben bang dat niks past. Jullie zijn vast benieuwd wat ik heb besteld. 7 dingen. 6 broeken en 1 shirt. Trousers purple. Deze met een... Hoe noem je het? White leg. Dit is hem. Dan het tweede item. White jeans. Ook weer best wel stretch. Dus dat is heel chill, want ik hou van stretch. I don't know. Aan de ene kant vind ik hem super mooi, aan de andere kant denk ik, daar ga ik in zo heel. Dan, deze broek is eigenlijk te klein, dat weet ik nu al. Maar dit was de broek waarom ik ging bestellen, überhaupt. Want deze kleur is zo mooi. Het is dezelfde als die bruine. En ik hoop dus dat die past. Look at this! Dan, nog een zwarte broek. Het is weer hetzelfde als die groene en de bruine. Je mag iedereen vragen die je kent. Zwart is mijn lievelingskleur. En ik ga helemaal los met deze broek. Kijk dat, hoe cute. En dan. Straight leg split jeans. Dit is de pijp. Die heeft zeg maar een split. En het is natuurlijk een high waist. Want ik draag alleen maar high waisted jeans. Last but not least. Is een shirt van Justin Bieber. Deze is heel leuk, lekker oversized. Dit is echt verschrikkelijk. Dit is strak bij mijn benen. Ik kan dit niet. Dit is zover ik kan. Maar het shirt daarentegen, ik ga los. Als het goed is, hebben jullie tussendoor de aanbeelden gezien. En ben ik heel blij met mijn kleding. Ik zie jullie later weer. Ik ga naar werk. Op mijn scooter voor het eerst weer sinds heel lang. En ik heb er super veel zin in. En ik neem jullie mee naar mijn werk. Woehoe. Ik ben helemaal nat geregend. Maak me nog mijn werk. Yay. Ik weet trouwens niet eens of jullie dit wel weten. Maar Sam en ik werken allebei bij Pop Rock Factory. Een muziekschool in Nijverdal en Raalte. En nu ben ik op de locatie in Raalte. Ik ga zo meteen even zangles geven. Ik heb vandaag niet zoveel leerlingen. Oké. Ik ben net klaar met werken. Op de scooter. Naar huis. Wij hebben vandaag S. Kleinsma gestapt. Oftewel, Simone. Simone Kleinsma. Want, wat staat er in mijn ritlijst voor morgen? Morgen ga ik werken bij Logiek. En ik ga naar Simone Kleinsma. En ik ben heel erg fan van Kees & Co. En wie raadt eens wie Kees is? Oh, ik heb er zo zin in! Nou mensen, we zijn... Even, wacht even. Oh. We zijn on the road. We volgen Dominique. Die is daar. Dominique. En we gaan naar de zee! De Zandvoort. Waarom krijg ik nou weer een bus mee die totaal uit elkaar flikkert naar Amsterdam? Vergeet niet te abonneren en Samuel sterkte te wensen op zijn werk. Ik ga even editen zometeen. En ondertussen gaat Samuel dit doen. En we zien jullie denk ik bij Simone Kleinsma. Hallo.
5 minuten en de 7. We zijn officieel in de bekende Dit is het gooi, noem je het. Wow, dik huis. Dit is de... Ik heb... Nou. Aliens. Spanning en sensatie. Dat was echt heel leuk. Wow, je hebt gewoon Simone Kleinsma ontmoet. In haar ochtend. Outfit achter iets. Nou, dat was heftig. Ze zag er gewoon uit als een normaal mens. Samuel was een beetje in paniek. Die zat helemaal te panieken en die kon helemaal zijn dingetjes niet meer vinden op zijn telefoon. Zij zat zo van... Oké. En zei Samuel, ik ben echt een heel groot fan, sorry. En ze zat zo van... Ze ging helemaal stuk en toen pakte ze haar krant en zat Samuel heel ongemakkelijk van... Zou ik nog vragen om een foto of niet? En dat heeft ze niet gedaan. Ja, maar ik vond het zo spannend. Een dagje mee op de werkvloer of zo? deze koffie blijft vandaag in de kant. Vind je het leuker dat ik mee ben? Ik vind het heel leuk dat je mee bent. Het gaat snel, het is gezellig en ik heb niemand om te praten, ik hoef je niet meer te bellen en ik ben niet alleen. We zijn in de buurt van Amstelveen, geloof ik, tussen Almere en Amstelveen, bij de Mac. Maar die is niet open, want ik moest naar de wc. Dus nu gaan we bij het tankstation naar de wc. Waarom heb jij overal wormen? Wat waar? Ja, op de grond, dus je kan wel pieren. Pieren? Ik vind het wel leuk om mee te gaan. Waarom? Gewoon een beetje chillen. En het is niet mijn verantwoordelijkheid, dat is ook fijn. Woehoe, we gaan over een bruggetje. Ja, wacht even. Oh, vet, dat is een fiets. Grachten. Wow, wat een smalle weg. Samen heeft het binnen gezet en rent nu hierheen. Ik ga hier weg. Er zijn echt heel veel auto's achter ons, ja, hè? Ja, weet ik. Ik schrik me dood. Mag dit wel? Ben ik verkeerd? Nee, je bent prima. Sorry. Sorry dat ik hier zo hoor. Ik mag er niet in. Je moet hier links. Oh. Oh, ik mag hier helemaal niet op. Ik zat wel verkeerd. Het spijt me, want ik snap deze stad niet. We zien jullie samen wel ook een keer in paniek. Zie hem gaan. Bezorger van het jaar. Mensen, we zijn aangekomen bij de zee. Wat een baan heb ik eigenlijk. Lijp. Ik ga helemaal los. Gelukkig. Ik ben echt intens gelukkig nu. Ik heb lekker een fuse tea. Ik heb een cappuccino. Ik ben echt intens gelukkig bij de zee. Ja. Ik wil echt verhuizen hierheen. Oh. Hier. Oh. Cappuccino. Ik ga het drinken, dan straks komt het wat mee. Straks zit het zand in. Ja. Wij hebben trouwens bedacht, wij willen wonen in Bloemendaal aan zee. Toch? Ja. Als je werkt bij Logiek zie je de hele Nederland. De hele Nederland. Hele Nederland. Het is echt erg, maar ik ga hier helemaal los om, hè. Ik weet niet eens of je me kan horen door de wind, maar ik ga los. Sorry. Dit was niet zo'n hele lange vlog. We zijn nog wel even onderweg. Hoeveel stops moeten we nog? 10. Wow, mijn haar zit ook heel heftig. Het spijt me dat deze vlog een beetje kort is. We zien jullie heel snel weer, oftewel woensdag. We wensen jullie een hele fijne week en we zien jullie dan weer. Bye! Bye!